Dr. Lieve van Erme is cardioloog en senator voor de lijst De Dekker. Zij stelde minister Onkelings de vraag waarom 12,5 miljoen vaccins besteld moesten worden bij GSK. Deze zomer moest er beslist worden waar en bij welke firma het vaccin aan te schaffen voor de Mexicaanse griep. Er zijn 3 firma's in de running. Baxter, Novartis en GSK. Novartis is een klassiek vaccin. Novartis en GSK zijn praktisch gelijkwaardig, gebruiken alle 2 een adjuvant zodat je minder eindstof nodig hebt. En daarbij komt nog dat GSK zijn producten met 10 tezamen in een doosje moet verkopen. Dus dan moet je als huisdokter 10 patiënten tegelijkertijd hebben om tezamen te kunnen vaccineren. Daarbij komt nog dat het budget 150 miljoen euro is. En mevrouw Onkelings bestelt 12,5 miljoen eenheden voor 10 miljoen Belgen. In de zomer dacht men, zoals bij een andere vaccinatie, dat je 2 shots nodig had. Dus nu heeft ze het een beetje meer, 1 shot voor elke Belg. Is dat allemaal bedachtzaam verlopen, beleidmatig? En stel ik me de vraag, waarom dan toch bij GSK? Als je op de kaart kijkt, is GSK toevallig ook de gemeente waar mevrouw Onkelings ook haar tweede verblijf heeft. Is het een beetje ons kent ons? Niks aan de hand, zei de minister. Alles is wetenschappelijk verantwoord.